En welkom op mijn beautykanaal. Vandaag weer een gloednieuwe video, namelijk een shoplog. Ik heb bij Kiko wat dingetjes geshopt. Vooral wat lipproducten en ook nog twee foundations. En bij Flormar ook nog twee foundations. En ik ben er eigenlijk wel blij mee. Ik heb sommige producten namelijk al uitgeprobeerd. Ik heb ook een lipgloss van Kiko nu al op mijn lippen. En ik ben er eigenlijk wel blij mee. Dus ben je nieuwsgierig en wil je weten wat ik heb gekocht? Blijf dan kijken. Allereerst heb ik bij Kiko twee liplakjes gekocht. En deze is een beetje, ik hoop dat je het goed kan zien, donkerroze. En ik heb deze gekocht. Dit is een iets lichtere roze, nummer 1. En die ander is nummer 4. En deze lichtere kleur heb ik dus gekocht. Dat is een liplakje. Ik hoop dat je het goed kan zien. Eigenlijk is het iets donkerder als mijn hemdje wat ik nu aan heb. En deze heb ik ook op, nummer 1. En hij is wel echt heel erg lekker. Lekker zacht. Hij blijft eigenlijk wel heel erg goed op zitten. Dus ik ben ik eigenlijk wel blij mee. De andere heb ik nog niet uitgeprobeerd. Daarnaast heb ik nog 3 lippotloden gekocht bij Kiko. En ik noem het een lippotlood, maar het is eigenlijk gewoon een lipgloss. Zij noemen het een lipgloss. Het is eigenlijk gewoon een dik potlood. En ik heb een nummer 7 gekocht. Een hele lichte. En nummer 10. Die is ietsjes donkerder. Het is eigenlijk een beetje nude kleuren die ik heb gekocht. En een donkerrode volgens mij was dit. Ja, nummer 5. Ik weet niet of je het zo goed kan zien. Nummer 7 heb ik nu op en daaroverheen had ik die liplak gedaan, nummer 1. Ze noemen het een lipgloss en dat is het ook eigenlijk. Hij is lekker glossy en niet droog, voelt niet droog aan en het blijft goed op je lippen zitten. Dus daar ben ik wel blij mee. Ik weet niet meer hoeveel ze waren. Oh ja, ze waren in de aanbieding €2,90 en anders kosten ze €4 of zo, helemaal niet duur. Daarnaast heb ik nog Smooth Temptation gekocht. Dat is een dun penseeltje of een dun lippenstift. Eigenlijk is het dezelfde kleur als mijn hemdje wat ik nu aan heb. Ik hou eigenlijk wel van nude kleurtjes op mijn lippen, want dat kun je eigenlijk overal bij matchen. Kleding, als je je ogen donker hebt opgemaakt, vind ik een nude kleur ook altijd eigenlijk wel het mooist als je lippen wat lichter houdt. Dus daarvan heb ik er dus ook heel veel gekocht. Dus heb ik ook nog een matte foundation gekocht. Ik had eerst nummer 10 gehaald. Honey geloof ik, maar die was veel te licht. Dus ik heb nummer 11 daarna nog gekocht. Caramel. En het is een oil-free foundation. Mat. Hij is ook echt inderdaad heel erg mat. Ik heb hem uitgeprobeerd. Wat ik ervan vind, hij is een beetje droog. Wat logisch is, want er zit geen olie in. Maar ik hou er altijd wel van als mijn huid wat gehydrateerder aanvoelt, wat soepeler. En deze is vrij mat. En ik heb altijd, ik weet niet, hij ligt niet heel lekker op mijn huid. Dus wat ik vaak doe, is van Flormar een foundation gebruiken. De Perfect Coverage Foundation, nummer 115 gebruik ik. Die is super lekker. En heel goed covering. En daaroverheen, heel licht, gebruik ik dan deze matte. En dat vind ik eigenlijk wel een goede mix. Vooral met T-zone, want daar ga ik vaak glimmen en dan doe ik deze eroverheen. En dat werkt voor mij wel heel erg goed. Dus ik kan hem je wel aanraden. Je kunt hem altijd proberen, want hij is helemaal niet zo duur. Kiko's producten zijn überhaupt niet duur. Dus als je een keer miskoop doet, ben je niet meteen blut. Dus dit is de matte foundation, oil free. Die heb ik dus gekocht. En dus bij Flormar Perfect Coverage. Ik heb nummer 115, maar ze hebben allemaal verschillende kleuren. Dus ik kan hem je zeker aanraden. Het zit in een pompje en je doet er ook super lang mee. En ik heb nog een foundation gekocht, Always in Shape. Hij was in de aanbieding, €5. En het zit in zo'n leuk potje. En dat meisje raadde deze aan. Ik weet het niet. Ik heb het nog niet uitgeprobeerd. Maar ik ben benieuwd. Misschien is het wat. Hij is vrij mat, zei ze. Dus misschien is deze wel wat lekkerder als die van de Kiko. Ik weet het niet. Ik ga het nog eventjes uitproberen. En ik heb nog een intensive lipmasker gekocht bij de Kiko. Ik zag het liggen en ik dacht ik ga het uitproberen. Zitten er 4 van in. In een zakje. Het voelt een beetje, ik weet het niet, siliconenachtig dingetje is het denk ik.
Ik ben benieuwd. Ik ga hem vanavond denk ik eventjes uitproberen. Als laatste heb ik nog bij de tuinen Yes to Cucumbers facial wipes gekocht. Want die vind ik altijd wel lekker. Vooral als ik aan het filmen ben of als ik een feestje heb gehad en ik wil mijn make-up snel eraf hebben en ik heb geen zin om ingewikkeld te gaan doen. Dan gebruik ik altijd eerst lekker zo'n doekje, want ik wil daarna dat mijn huid helemaal schoon is. Dus ik gebruik eerst dat is zo'n lekker doekje, voordat de meeste van mijn make-up eraf is. En daarna gebruik ik gewoon mijn reiniging of een licht scrubje. Dus die heb ik ook nog eventjes gekocht. Dit was alles wat ik had gekocht bij Kiko en bij Floormar. Ik heb nog niet alles uitgeprobeerd, maar als ik de andere productjes heb getest, laat ik het jullie ook zeker weten in een nieuwe video. Deze make-up look heb ik ook nog een make-up tutorial voor jullie. Dus vergeet die zeker niet te checken. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Thumbs up if you like it. Vergeet niet te abonneren op mijn beauty kanaal Beauty by S. En ik zie je volgende keer weer. Ciao!